In dit ziekenhuis in Accra werd de voorbije weken hard gewerkt aan een gebouw waar de Walking Egg-technologie voor het eerst zal worden toegepast. Dit is een nieuwe Vlaamse methode om tegen een lage prijs vruchtbaarheidsbehandelingen uit te voeren. De methode bewees zijn deugdelijkheid in België. Nu wordt de know-how geëxporteerd naar Afrika. En vandaag kunnen de lokale dokters de kliniek openen. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. We have been worked so hard in the last 3 years to introduce this to Ghana, which has been also seen to be the first in the world apart from its place of origin. So it is very important to me, and I give it all the support and the strength that I have to ensure that it works fully. Een mooi gebouw hebben is één ding, maar artsen hebben die zo'n high-tech behandeling kunnen uitvoeren is iets anders. Het is aan de lokale gynaecoloog om vandaag te tonen wat hij tijdens zijn training heeft geleerd. Everything we learned in Belgium, today we put it into practice. I can't wait. You see, if you do the transfer, then you go like this, you feel you're in the cervix and you go a bit through and not too far. And then men moet beseffen dat dat een eenvoudige techniek is, goedkope techniek, maar dat wil niet zeggen dat hij dat er niet cruciaal is van zeer punctueel te zijn, misschien nog meer. We give this to Brigitte. Het ziet er niet schoon uit. Niks, hè? Nee, niks. Het zal niks worden, denk ik. Bij de eerste patiënten waren geen rijpe eicellen te plukken. Gelukkig zit er reeds een tweede koppel vol hoop te wachten. Ook zij hebben veel over om een kind te krijgen. It was not very difficult because if you are married first year, second year, and the children are not coming, your in-laws will start to be disturbing you. When am I having my grandchild? When am I having my grandchild? Yeah, I can't wait. I can't wait. The pressure and the other things, I can't wait any longer. Anna werd de voorbije weken hormonaal gestimuleerd. Normaal gezien zou ze de komende uren een eisprong moeten hebben. Alles gaat terug op een heel nauwkeurige timing. En dat staat wel eens haaks op de Afrikaanse cultuur. IVF is timing. IVF is zeer belangrijk dat je alles op het juiste moment doet. En dat moeten ze ook nog leren. Dus, ze zijn daar een beetje nonchalant in. En dat is nefast als ze dat gaan doen in de toekomst. Deze keer werd goed getimed. Dr. Onbelet kan een punctie uitvoeren. Zijn er cellen te zien, Brigitte? Ja, ja, er zijn cellen. Maar geen cellen? Ja, ja, er, ja, ik heb het. Heb je een? Ja. We hebben de first egg. Our joy will continue from there. We must at all costs hear the cry of a baby in our home. Er is een eicel, maar nu moeten nog de zaadcellen van een goede kwaliteit zijn. You see something? Do you see sperms? There's one moving. Oei, oei. One. Okay. I can nothing do with this. It's a very bad semen. Het is zeer, zeer slecht. Allee, het is geen ene die... We hebben nog wel verrassingen gezien dat er veel eicellen... Als wij slagen in ons opzet om in wat beschouwd wordt als een zeer high-tech techniek zo eenvoudig en goedkoop te maken, dan zullen er andere disciplines ook volgen. Toch doet Brigitte nog een laatste poging. Ze doet alle goede zaadcellen in het buisje bij die ene eicel. Let's hope. I inseminate everything that I got. I put everything there in the tube. Voilà. Let's hope. In een nieuwe aflevering morgen zien we hoe er nieuwe problemen opduiken. Wij kunnen ons niet veroorloven dat wij 2-3 keer na elkaar slechte resultaten hebben.